Na 24 jaar had het mooi west van slachter Paul Zwagenaar en zijn vrouw Jelly. Eind januari giet haar een slachterij in Gariep dicht. De passie voor het vak is er nog heel tiet, maar het werk waard nou wat te volle. Het waren voor mij staan een beetje optelzonken. Ik ga een nieuwe haklep krijgen, ik ben elke dotter. Mijn schouder is 40% afgekeurd en ook ik die en mijn arta is vergroot. Dus dan ja, om te zeggen, nou, we zaten er ook in en dan worden we net oud. Alweer binnen wraak, dus we met keuzes meisje. Want het is het werkje in de slachterij. Het gebouw is intussen al verkocht. En een opvolger, die is er net. Dus ben ik heel duidelijk een jong haar van nou, wij absoluut net. Al wij zorgen wat hij te mem alle gedien haar. Dat we daar in hun eigen dagen naar het werken. Het verregert inderdaad 200%. En toen ben je altijd aan het werk. Toen we 20 waren, dan hebben we hier om en konden we samen naar achteren. Dat maakt dus niks uit. Maar dat kan op een gegeven moment niet meer. En dus dan moest echt voor jezelf kiezen. Sure. We hier nog een koper en die moet heel graag gaan. En ik heb bij alles verkocht. In één keer, bam, en wie ben er al? We kennen de laatste vlees, gingen we stapen eruit. En dus verdwijnt de slachterij uit Gariep. Verste klanten kunnen nog een paar weken te lonen voor haar een vlees. Maar daarna maten ze wat oorziekje. Pauls en Jelly, die haar aanzien wat meer tijd voor haar een zelfs. Februari, de eerste maand, doen we helemaal niks. Maar we kunnen natuurlijk een hele dag op reet zetten. Dat is zo simpel, dat zit ik niet meer hoor. En dan vlieg ik bij de morgen op. Dus ik ga nu zelfs, dat nu is, dienstdag, ik leef mijn schoen ambulance lager. En dan ik hou hier om kleding om me heen en die kan hier naar onze handen broeken. Nou, dan spring ik even in. Maar dan is het 2, 3 dagen in de week en dan is het wel klaar. Ja, dan is het, maar ik kan het helemaal niet inletten. Nee, ik zit al op mijn bek smel, januari is het leer. Maar mijn slagers had je blieren wel, zo simpel is het.